We zijn vandaag op het veld bij kwekerij Boot & Co. Dat is een boomkwekerij in Boskoop die helemaal gespecialiseerd is in het leveren van planten aan het openbaar groen. Een van de eisen die aan dat type planten gesteld worden is dat ze heel goed gezond zijn. Daarom hebben wij ook eigen veredeling om te zoeken juist naar van die hele gezonde planten. Maar het speelt hier iets anders dan bij de meeste productietuinbouw. Daar wil men echt het naadje van de kous weten als het gaat om de genetische achtergrond. En ze willen precies weten op welke schimmels of tegen welke schimmels dat een plant resistent is. Dat is hier allemaal niet zo van belang. De mensen in het openbaar groen die vragen om veldresistentie. Zij willen weten dat die onder praktijkomstandigheden moeten de planten lekker lang veel gezond blad houden, zodat ze goed onkruid onderdrukken. En het is helemaal niet erg als er een vlekje van een ziekte op zit, als de sierwaarde maar niet al te veel erdoor aangetast wordt. Hier op het veld zijn wij onder andere bezig met struikrozen voor het openbaar groen. En de planten die hier zo staan, dat zijn eerstejaars zaailingplanten. Die zijn pas een maand of drie geleden hier uitgeplant. En het eerste waar wij naar gaan kijken is op het moment dat er ziektes voorkomen, welke zijn ziek en welke zijn gezond. We doen dat op een relatief eenvoudige manier. Zo vanaf half augustus weten we uit ervaring dat de weersomstandigheden dan voor de schimmels gunstig worden. En eigenlijk krijgen we dan elk jaar hier wel sterhoedauw en meeldauw en roest op het veld. En we gaan dan zo eens in de twee weken door deze planten heen lopen. En we beoordelen ze allemaal individueel. Degenen die te ziek zijn, die krijgen een gekleurd stokje erbij. En je ziet, dat zijn er heel wat, want er staat een heel woud aan gekleurde stokjes. En soms zien we al een plant waarvan we denken, oh, dat ziet er heel mooi gezond uit, met mooie bloemen. Die moeten we in de gaten houden volgend jaar. Daar zetten we dan een ander stokje bij. In de rozenveredeling is dit een volgende stap. We hebben eerst de individuele planten getest op hun ziektegevoeligheid. En in latere jaren hebben we natuurlijk ook nog naar de groeivorm van de plant gekeken, naar de sierwaarde en dergelijke. En uiteindelijk, als de planten in totaal 7 jaar op het veld hebben gestaan, dan houden we een aantal goede kandidaten over die misschien een ras zouden kunnen worden. We zetten dan dit soort veldjes neer op ons proefveld. En deze worden onder andere ook beoordeeld door de commerciële mensen van ons bedrijf. En zij bepalen mee welk ras het uiteindelijk gaat maken en die een rasnaam krijgt en uiteindelijk in de commercie gaat belanden.